De regering is bezig te werken aan een antwoord op de steeds erger wordende economische situatie, zei vicepresident Ronnie Brunswijk vandaag voor de ministerraadsvergadering. Brunswijk stelt dat er belangrijke gesprekken gevoerd worden om met oplossingen te komen. Nou, in ieder geval was de president bezig met de minister van Volksgezondheid. En ik weet niet wat de resultaten zijn, maar in ieder geval de situatie in het land en de mensen die hier worden opgeleid, heel dure opleidingen zijn betaald, krijgen een goede aanbieding in het buitenland. En je weet het, als ik hier bijvoorbeeld niet kan uitkomen met mijn salaris en ik krijg een aanbieding. Die mensen die hier blijven zijn mensen die liefde heeft voor het land. En dan blijven zij het werk doen onder welke omstandigheden dan ook. Maar in ieder geval, wanneer die aanbod komt, gaan die mensen weg. En je krijgt auto, je krijgt woning, je krijgt alles daar. Dat wordt gezegd aan die mensen, dan gaan die mensen weg. En dat is een zorgwekkende situatie. De vicepresident geeft aan niet te weten hoe het wegtrekken van zorgpersoneel tegen te gaan. De VP zegt te weten dat de situatie in de zorg ernstig is op dit moment. Een gegeven dat eerder door ziekenhuisbonden onder de aandacht van beleidsmakers en de gemeenschap is gebracht. De minister en de president die hadden onderhoud. Ik hoorde vandaag wat de uitkomst is van dat onderhoud. Dan zal ik u verder iets vertellen, want de minister van Volksgezondheid komt straks hier. Dan misschien is hij de zaak deskundige, dus ik kan jullie meer informatie geven daarover. De Vereniging van Economisten heeft eerder een brief gericht aan de vicepresident, waarin onder andere was aangegeven dat Brunswijk debet is als het aankomt op het verergeren van de economische situatie. Zelf zegt de VP hierop te helpen met het uitstippelen van beleid, maar dat zaken niet zullen vorderen als er geen middelen zijn om projecten uit te voeren en om zaken te doen die van belang zijn.